Nou, vanmorgen in de eerste twee trainingen vond ik het allemaal nog heel moeilijk. We waren aan het zoeken naar de juiste afstelling voor vandaag. Het heeft mede mee te maken dat we eigenlijk lange tijd niet meer in het zandcircuit gereden hebben. En we hebben wel afgelopen woensdag nog een keer getraind in het zand. Maar dat was toch niet helemaal te vergelijken met vandaag. En het heeft best wel een tijdje geduurd voordat we de juiste afstelling gevonden hadden. Maar ja, net voor de manche is het allemaal goed gekomen. En we samen met Daniel nog even de schokbrekers gedaan. En we hebben eigenlijk de manche kunnen winnen, wat natuurlijk een goede start heel belangrijk is. En we hebben van daaruit verder kunnen bouwen en eigenlijk de manche kunnen winnen. Dus dat voelt heel goed en ik hoop dat we dit maandag door kunnen zetten. We proberen altijd sowieso altijd op de zaterdag om wel onze beste kant te laten zien eigenlijk. Maar om niet geen gekke streken te gaan uithalen, want het is natuurlijk niet waard om er af te liggen op een zaterdag. Terwijl dat je een plaatsje verder naar buiten of naar binnen staat. Dat is niet zo'n probleem. Maar natuurlijk wil je de match winnen en je wil laten zien dat je de beste bent. Dat is ook een klein beetje voor de tegenstanders die gaat ermee in zijn hoofd zitten. En voor ons is het natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen. Dus vandaag is dat gelukt. Ik moet wel zeggen dat Daniel Wilms en Robbie Baks kort bijbleven. En dat ik eigenlijk toch best wel dacht van nou... En dat gaat wel goed met die jongens. Ik hoop ook voor mijn broertje dat ze maandag er goed bij zitten. Ja, klopt. Adriaans van den Boogaard is sowieso de grootste concurrent geweest, denk ik, dit weekend. Sowieso omdat ze ook sterk rijden in de zandcircuits. Ja, ik moet eigenlijk toch wel zeggen dat ik het toch wel heel jammer vind voor Ben Adriaans en voor Ben van den Boogaard dat ze er niet zijn. Want kijk, wat vorige week gebeurd is gebeurd. Alleen, je grootste concurrent gun je dat niet. En ik wil gewoon de strijd eerlijk uitvechten. En het is gewoon jammer dat het nou een blessure heeft moeten vallen. Maar dat is nou het leven van een crosser. En daar moeten we mee leren omgaan. En dat is ooit moeilijk. En ik hoop gewoon dat ze vlug terug zijn en dat de strijd verder gaat. Want het is gewoon heel spannend voor in de kop. En dat is voor het publiek is dat prachtig. En voor de sport zelf ook. Dus ik hoop dat we dat door kunnen zetten. Ja, ik hoop eigenlijk. Ik weet dat Giro hele week in Nederland aan het trainen geweest is. Dus ik weet dat hij beter voorbereid is dan we gedacht hadden. Maar ik hoop wel dat we in ieder geval zoveel mogelijk punten terug kunnen halen. Want dit is wel echt een circuit waar wij voordeel hebben op de buitenlanders, denk ik. En vandaag is ook gebleken in de kwalificatie, maar is hij vijfde geworden. Dat is op zich helemaal niet slecht en onverdienstelijk. Maar ik weet zeker dat hij op een harde baan beter zou kunnen. Mochten we een kopie krijgen van dit op maandag, waar ik natuurlijk hoop, dan kunnen we daar een 10 tot 15 punten mee goed maken. En dat zou heel mooi zijn, want ik wil echt heel graag de aansluiting blijven houden met Giro en niet te veel punten achterstand krijgen. Want het jaar is lang, maar die rode plaat is ook mooi.